Dit is de nieuwe Seat Ibiza. Deze auto is in Nederland nog niet verkrijgbaar. En daarom zijn we hier in Spanje. Bij het hoofdkantoor van Seat en Martorell, vlakbij Barcelona. Nou, je ziet het. Het is weer een mooie, strakke auto geworden. Hij is van buiten net zo lang als de vorige Ibiza. Maar nou komt het. Van binnen is hij een stuk ruimer. Hoe hebben ze dat nou gedaan? Deze auto staat op een compleet nieuw platform. En het voordeel daarvan is, ze hebben de assen, de voor- en de achteras, hebben ze meer naar de hoeken kunnen zetten. En dan krijg je logischerwijs natuurlijk meer binnenruimte. Laten we eens even kijken hoe dat er dan uitziet. Ja, het is hier van binnen, dat merk je eigenlijk wel meteen, een stuk ruimer. Het is vooral breder, dat klopt ook. Deze auto is, als ik het goed heb herinner, 8 centimeter breder geworden. En dat is een hoop hoor. Nou, wat is er nog meer nieuw? Vooral dit display. Dit zat er vroeger niet. Dit is een 8-inch display, heel erg groot. En er zit glas voor, dat is ook best wel bijzonder. Seat zegt dat ze veel moeite hebben gedaan om deze auto connectiviteit te geven. Oftewel, als ik mijn telefoon hier aansluit, dan kan ik mijn telefoon bedienen via dit scherm. Dat integreert met elkaar, dat is hartstikke fijn. En dat is wat de meeste mensen tegenwoordig ook willen. Dat vind ik echt een vooruitgang. Goed, voor de rest, zitpositie goed, meters zijn goed afleesbaar. Ik denk dat we zomaar zo'n eindje moeten gaan rijden. Oh, nog één ding. Ook achterin is het een stuk ruimer geworden. Maar in een test bij de ANWB in Nederland zullen we daar wat meer aandacht aan besteden. Ja, en dan hebben we natuurlijk nog de motoren. Eens even kijken wat voor motoren er in deze Ibiza verkrijgbaar zijn. Nou, net als alle andere merken doet ook Seat mee aan downgrading. Dat wil zeggen een kleine motor met genoeg pk's, maar ook eentje die schoon is en zuinig. Nou, de basis is een 1 liter 3-cilinder motor. Je hebt hem zonder turbo, dan levert hij 75 pk. Dit is een 115 pk krachtige motor met een turbo. En daar verwacht ik best wel veel van. Als Seat echt Seat is, dan moet hij heel sportief rijden. Er komen ook nog twee diesels. Maar eens even kijken hoe deze 115 pk sterke versie rijdt. Het rijden met de nieuwe Ibiza. We zijn net het fabrieksterrein afgereden. En wat ik eigenlijk meteen merk is dat de besturing heel erg direct is en precies. En dat is ook iets wat hoort bij zo'n sportieve auto als een Seat. Schakelen is een tikje hakerig. En dit is mooi, hè. Dit is een turbomotor. Maar de turbo is kennelijk zo afgesteld dat hij ook onderin mooi oppakt. Dus ik heb ook bij lage toeren, als ik langzaam rijd, trekt hij al mooi op en hoef ik niet steeds te schakelen. Dat is eigenlijk best wel goed, zeker ook omdat het een heel klein motortje is. Nou, wat is verder belangrijk bij het rijden? Deze auto heeft voetgangersdetectie, dus als hij een voetganger ziet, zal hij gaan remmen. En hij heeft adaptieve cruise control. En het laatste is vooral fijn omdat er ook een filefunctie in zit. Oftewel, in een file kan hij helemaal tot aan stilstand de cruise control gebruiken. Als dan het verkeer voor je weer gaat optrekken, dan rijdt hij ook gewoon weer mee zonder dat je zelf handelingen hoeft te verrichten. En dat is voor een auto in deze klasse best wel bijzonder. Ja, de vering. Hij is mooi soepel geveerd. Hij voelt sportief, maar het is niet zo dat hij keihard is. Het is eigenlijk best wel comfortabel. Dan heb ik op de snelweg ook ontdekt dat deze auto behoorlijk stil is. En ook dat is hartstikke fijn. Deze auto is alleen als 5 deurs leverbaar. Oftewel, het is eigenlijk een gezinsauto en dan is het wel zo lekker dat er rust aan boord heerst. Want je gaat misschien ook een keer een langere reis maken en dan is veel lawaai gewoon echt vermoeiend. Nou, tot slot nog even wat over de prijzen. Deze auto is zo nieuw dat de Nederlandse prijzen nog niet bekend zijn, maar kan je één ding wel zeggen. De markt is zo moordend in dit segment dat die prijzen, die zullen waarschijnlijk ongeveer hetzelfde blijven, misschien een klein beetje hoger. Maar ze kunnen deze auto natuurlijk nooit in ene een stuk duurder maken, want dan verkoopt hij gewoon niet. Dus wat dat betreft is het eigenlijk wel gewoon goed nieuws. Het is een fijne auto, zo op het eerste gezicht. Hij rijdt fijn, je hebt veel meer binnenruimte, je hebt een moderne dashboard, dus dit kan best nog wel eens een hit worden.